De scholenquiz Land van Kuik wordt mede mogelijk gemaakt door de Regiobank. Thijs Hendricks Tweewielers Van Rooij en Jan Bergwens Electro World Boxmeer. Alle opa's, oma's, vaders en moeders opgelet. Zilvervloot sparen is terug. 10% premie voor 10 jaar sparen. Kom langs of kijk op regiobank.nl. Thijs Hendricks Tweewielers in Van Rooij is de specialist in de regio voor uw fiets en accessoires. Ook de nieuwste en leukste gadgets vindt u bij Jan Bergwens Electro World in Boxmeer. Uw supervoordelige elektrovakzaak met deskundig advies en de ouderwetse service. Nou, wij gaan beginnen. En wij beginnen met een heel groot applaus voor de 54 halve finalisten. En jullie mogen ook wel juichen voor jezelf natuurlijk. Hallo jongens en meisjes. Welkom leerkrachten, ouders en alle andere supporters die jullie mee hebben genomen, leerlingen uit groep 7 van de basisschool uit het Land van Kuik. Welkom bij de halve finale en straks de finale van de scholenquiz. Zoals jullie weten zijn wij afgelopen half jaar te gast geweest bij 18 basisscholen in het Land van Kuik, waar wij de kennis hebben gemeten bij de groepen 7. Hier achter mij ziet u de 54 halve finalisten, de beste leerlingen uit die klassen. Wij gaan dadelijk beginnen met de halve finale. Van de 3 beste leerlingen uit elke klas gaat er straks 1 leerling door naar de finale die ongeveer rond 3:30 zal plaatsvinden. Die 54 halve finalisten, die gaan wij straks in groepjes naar voren halen. We gaan je eerst even voorstellen. Oeh, jij kijkt wel heel benauwd. Wie ben jij? Suzie Klaassen. En van welke school? De Schelven. De Schelven. En wie is nummer 2? Sien Kroef. Van welke school? Paat Rijmerschool. En nummer 3? Marijn Enring van de Waai. De Waai in Kuik. Nummer 4? Timo van de Stekske. Nummer 9? Mohsin Katoura van SBO De Wingen. Dat was die moeilijke naam, hè? Noem hem nog eens. Mohsin. Ik hoop dat ik hem straks goed uitspreek. Flo van Oranje Zelf. Nummer 7? De Kiana uit de Schade. Jij kijkt ook heel benauwd. Vind je het spannend? Best wel. Best wel. Valt best mee, meid. Lisanne Schapendonk van de Waai. Waai. En de laatste van de eerste ronde, nummer 5. Siem van de Hoge van de Klimop. Oh, dat was die hele slimme jongen, toch? Of niet? Nee. Nou, heel veel succes. Het komt helemaal goed. Vraag nummer 1. Een optelsom. Hoeveel is 18 erbij? 12 erbij, 43. Kijk eens, allemaal A'tjes. Gaan we door naar de volgende vraag. Vraag 2. Die heeft met aardrijkskunde te maken. Tot welk land behoren de Canarische eilanden? Is dat A, Spanje? Is dat B, Griekenland of C, Marokko?
En het bordje mag omhoog als je het antwoord weet. Vraag 3 heeft met taal te maken. Hoe schrijf je hoogheid? Is dat A, hoogheid met dt, B, hoogheid met een d, of C, hoogheid met een t? We gaan door naar vraag 6, een rekensom. Hoeveel is 180 eraf 27? Is dat A, 143, antwoord B, 153, of C, 163? Vraag 7, een spreekwoord. Wat betekent met de neus in de boter vallen? Is dat A, ergens vies van worden? Of B, gekwetst worden? Of C, onverwacht voordeel behalen? En ik wil uit de zaal niets horen. Vraag 8, weer een rekensom. Hoeveel is 14 keer 40? Is dat A, 560? Of B, 580? Of C, 540? Vraag 9. Die heeft weer met taal te maken. Hoe schrijf je reëel? Is dat A, R met twee E's en een L? Is dat B, een R, drie E's en een L? Of C, een R met drie E's en een trema en een L? Vraag 10. Wat is de maximale snelheid van een tornado? Is dat A, maximaal 200 km per uur? Of B, meer dan 400 km per uur? Of C, tussen de 40 en de 100 km per uur? Dan zijn we al aangekomen bij de laatste vraag. De open vraag. Hoef je dus geen bordje omhoog te houden. Mag je alleen het antwoord invullen op je formulier. Wat jij denkt dat er het dichtstbijzijnde antwoord is. Of misschien heb je het wel precies goed. De open vraag is nummer 11. Wat is de reisafstand per auto tussen Nijmegen en Zwolle? Zullen we hier ook nog even een kort rondje voorstellen doen? Wie ben jij? Ik ben Simone. Van welke school? De Canadas. De Canadas, uit Boxmeer. Nummer 17. Ik ben Britt, van de St. Joe's School. Uit Overloon, hè? En wie zit hier? Ik ben Giel en ik kom van Basschool Telram in Noefold. En jij hebt er heel veel zin in, of wie? Ja. En wie ben jij? Anouk. Anouk. En van welke school, Anouk? Zeefsprong. Zeefsprong. Vind jij het spannend? Ja. Komt goed, meisje. Nummer 14. Ik ben Michelle van St. Joseph. En jij zit hier vol zelfvertrouwen, zie ik. Ja. Nummer 10. Ik ben Elke. Elke. En van welke school ben jij, Elke? En het is locatie S. Locatie S. En Mil. Nummer 11. Ik ben Stijn van de Hinkstap. Stijn van de Hinkstap. Nummer 12. Ik ben Bo van de Leeuwerik. Bo van de Leeuwerik. En nummer 13. Ik ben Milan van de Regenboog. Vraag 2. In welk land komen veel fjorden voor? Is dat A in Noorwegen, B Finland of C in Zweden? Mag ik stilte in de zaal alsjeblieft? Vraag
Vraag 3 heeft met taal te maken. Hoe schrijf je 1 uur vervroegd? Is dat A, vervroegd met een D? B, vervroegd met DT? Of C, vervroegd met een T? Vraag 4 heeft met geschiedenis te maken. Hoe noem je het als een buitenlander in Nederland komt wonen? Is dat A, immigreren? Is dat B, emigreren? Of is dat C, verhuizen? Vraag 6, weer een rekensom. Hoeveel is 190 eraf 33? Is dat A, 157, B, 167 of C, 147? Vraag 7, een spreekwoord. Wat betekent een wit voetje halen? Is dat A, niet in de zon zitten? Of B, bij iemand slijmen? Of C, samenwerken? Vraag 8, weer een rekensom. Hoeveel is 13 keer 50? Is dat A, 650? Is dat B, 640? Of antwoord C, 630? Vraag 10, alweer de laatste meerkeuzevraag. Hoe heet het moment waarop dag en nacht precies even lang zijn? Is dat A, midzomernacht? B, volle maan? Of C, equinox? De laatste vraag voor jullie alweer. De open vraag. Wat is de reisafstand per auto tussen Amsterdam en Arnhem? We hier achteraan beginnen met de voorstelronde. Volgens mij heet jij Marieke. Ja. Nou, dat heb ik toch goed onthouden, of niet? Van welke school was jij ook alweer? Van de Klimop. De Klimop uit? Wilberdorf. En jij bent? Tijmen van de Waai. Tijmen van de Waai. Nummer 25. Nancy van de Scharen. Nancy van de Scharen. Nummer 26. Jackie Schroef van basisschool Oranjeshof. Van welke basisschool ben jij? Laurentiushof. Zitten er ook supporters van de Laurentiushof? Toch wel, hè? En wie ben jij? Mike van de Wingert. Mike van de Wingert. Jullie mogen ze best aanmoedigen horen als ik de namen noem. Wie ben jij? Renske van den Oever. Renske van? Van den Oever, van het Stekske. Van het Stekske in Langeboom. Lilian van de Waai. Van de Waai in Kuik? De Waai in Kuik! Renske van de Pater Eimaert. Renske van? De Pater Eimaert. Uit Stevensbeek? Ja. Heb je er zin in? Ja. Spannend, hè? En de laatste? Niels van de Schelven uit Boksmeer. Niels van de Schelven uit Boksmeer. Vraag 1, een rekensom. Hoeveel is 14 erbij 18 erbij 22? Is dat A, 44? Is dat B, 54? Of is dat C, 64? Vraag 2 heeft met aardrijkskunde te maken. Tot welk land behoort het eiland Rhodos? Is dat A,
Italië, B, Griekenland of C, Spanje? Vraag 3 heeft met taal te maken. Hoe schrijf je houdbaar? Is dat A, houdbaar met AU? Is dat B, houdbaar met OUT? Of is dat C, houdbaar met OUD? Vraag 4, een geschiedenisvraag. Hoeveel wereldoorlogen waren er tussen 1900 en 1950? Is dat A, 1, B, 2 of C, 3? Vraag 5 heeft met topografie te maken. In welke provincie ligt Doetinchem? Is dat A, Overijssel? Is dat B, Utrecht? Of antwoord C, Gelderland? Vraag 6, weer een rekensom. Hoeveel is 170 eraf 46? Is dat A, 114? Is dat B, 124? Of C, 134? Vraag 9. Hoe schrijf je elektriciteit? Is dat A, elektriciteit met T-E-I-T op het einde? Is dat B, met T-I-J-D op het einde? Of is dat C, met C-I-T-I-J-T op het einde? Zijn we alweer bij de laatste meerkeuzevraag voor jullie? Hoeveel meter stijgt het zeeniveau als de ijskappen smelten? Is dat A, tussen de 60 en 70 meter? Is dat B, tussen de 30 en 40 meter? Of C, tussen de 5 en de 10 meter? De laatste vraag voor jullie, de open vraag. Wat is de reisafstand per auto tussen Venlo en Maastricht? Het was Jis van de Straathof in Mil, hè? Ja. Heb ik jouw naam goed onthouden? Ja. Want jij zei, ik ben een van de weinigen die hem goed uitspreekt. Want hoe noemen ze jou vaak? Yes. Yes, heb jij er zin in? Nee, zeg maar, ik ben Jis. Ik ben Jis. Succes. En wie ben jij? Nick. Van? De Hingstap. De Hingstap uit Bamrooi? En wie ben jij? Ik ben Maud van de Leeuwerik. De Leeuwerik uit? Meel. De Leeuwerik uit Meel. En wie ben jij? Chloe van de Regenboog. Chloe van de Regenboog. Zeg het maar, wie ben jij? Pleun. Pleun? Pleun is alleen, niet van een basisschool? Van welke basisschool ben jij? De Canada's. De Canada's uit Boksmeer. Nummer 35. Corijn van de Jozefschool uit Overloon. Tada! Ik ben Bo van basisschool Hotel aan het Oevel. Oh, ik verstond het niet. Ik weet niet of ze het in de zaal verstaan hebben. Nog een keer. Ik ben Bo van basisschool Hotel aan. Heb je er zin in? Ja. Nummer 33. Ik ben Kim van basisschool De Zevensprong. De Zevensprong uit? Kuik. Ik ben Siep van de Jozefschool. Team van de Jozefschool uit Overloon. Vraag 1, een rekensom. Hoeveel is 21 erbij 19 erbij 33? Is dat A, 53? Is dat B, 63? Of is dat C, 73? Mag je bordje omhoog houden als je het juiste antwoord hebt gegeven. Vraag 2, een aardrijkskundevraag. Waar liggen de Pyreneeën? Is dat A, tussen Frankrijk en Italië? Is dat B, tussen Frankrijk en Spanje? Of C, tussen Frankrijk en Zwitserland?
Vraag 4 heeft met geschiedenis te maken. In welk land leed Hitler tijdens de Tweede Wereldoorlog de grootste nederlaag? Is dat A. Frankrijk, B. België of C. Rusland? Vraag 5. Topografie. In welke provincie ligt IJmuiden? Is dat A. Noord-Holland, B. Zuid-Holland of C. Friesland? Vraag 7. Een spreekwoord. Wat betekent de aap komt uit de mouw? Is dat A. Het aapje laat zich zien? Is dat B. De ware reden komt naar boven? Of C. De aap trekt zijn jas uit? Hoeveel is 11 maal 60? Is dat A. 640? B. 660? Of antwoord C. 680? Vraag 9. Spelling. Hoe schrijf je ik heb jou gezien? Is dat A. jou met J-O-U-W? Of B. jou met J-O-U? Of C. jou met J-A-U-W? Vraag 10. De laatste meerkeuzevraag alweer voor jullie. Heeft met mensen en natuur te maken. In welk land zijn de zomerdagen heel lang omdat de zon bijna niet ondergaat? Is dat A. Zweden? Is dat B. Oostenrijk? Of is dat antwoord C. Spanje? De laatste vraag voor deze groep. De open vraag. Wat is de reisafstand per auto tussen Rotterdam en Haarlem? Wie ben jij? Maud van het Stekske uit Langeboom. Jee, daar zitten de supporters weer. En jij? Thijs Kerstens van de Waai. Thijs Kerstens van de Waai? Heeft de Waai geen supporters bij zich? Wel. Waarom laten die dan niks van zich horen? Kom op, de Waai uit Kuik. En wie ben jij? Sam Kroef van Pater Eijmaat School. Uit Stevensbeek. Luc van de Schelven uit Boksmeer. Luc. Lieke van de Klimop. Lieke van de Klimop. En wie zit hier, nummer 42? Femke van de Waai. Femke van de Waai. Joppe van de Scharen. Job van de Scharen. Lieke van de Laurentiushof. Lieke van de Laurentiushof, Vierlingsbeek? Ja. Kevin van de Wingerd uit Kuik. Vraag 1, een rekensom. Hoeveel is 45 erbij 15 erbij 21? Is dat A. 71, antwoord B. 81 of antwoord C. 91? Vraag 2 heeft met aardrijkskunde te maken. Welke bevolkingsgroepen hebben veel ruzie in Noord-Ierland? Is dat A. katholieken en islamieten? Is dat B. protestanten en islamieten? Of is dat C. katholieken en de protestanten? Vraag 3 heeft met spelling te maken. Hoe schrijf je nagebootst? Is dat A. met TST? Is dat B. met TSD? Of antwoord C. met TS? Waar werd in 1945 de vrede getekend na de Tweede Wereldoorlog? Is dat A. in Amsterdam, B. in Wageningen of C. in Den Haag?
Vraag 5 heeft met topografie te maken. In welke provincie ligt Heerenveen? Is dat A. Drenthe? Is dat B. Groningen? Of is dat C. Friesland? Vraag 8. Een rekensom. Hoeveel is 17 maal 30? Is dat A. 510? B. 530? Of C. 550? Vraag 9. Een spellingsvraag. Hoe schrijf je kopieën? Is dat A. met kopieën met I-E-N? Is dat B. kopieën met I twee keer E trema N? Of C. kopieën met I trema E N? En alweer de laatste meerkeuzevraag voor jullie. Wat is geen grondstof? Is dat A. plastic? Of B. hout? Of C. ijzererts? En voor jullie ook nog een open vraag. Wat is de reisafstand per auto tussen Groningen en Assen? Alweer de laatste ronde van de halve finale. Dus jullie hebben er langs moeten wachten. Duurde het wachten lang? Viel wel mee. Jullie hebben eigenlijk al een beetje kunnen oefenen. Wie ben jij? Roos van de Sint-Jozef uit Overloon. Roos van de Sint-Jozef uit Overloon. Guda van de Zevensprong. Van de Zevensprong. Ik ben Dennis van Basisschool Telram. Sorry, ik verstond het niet. Dennis van Basisschool Telram. Basisschool Telram. En wie ben jij? Mo van Sint-Jozef uit Overloon. Ook van de Sint-Jozef uit Overloon. En nummer 54? Jasper van de Canada's. Jasper van de Canada's. Jesse van de Regenboog. Jesse van de Regenboog. Brett van de Leeuwerik. En wie heb ik hier nog? Melvin van de Hengstap. En de allerlaatste? Jordi van de Straathof. Jordi van de Straathof. Vraag 1. Een rekensom. Hoeveel is 21 erbij 18 erbij 12? Is dat A. 51? Antwoord B. 61? Of antwoord C. 71? Mogen jullie de bordjes omhoog houden als je het juiste antwoord weet? Vraag 2 heeft met aardrijkskunde te maken. In welk land vindt men de meeste wijngaarden? Is dat A. in Zwitserland? Of B. in Oostenrijk? Of C. in Frankrijk? Vraag 4. Hoe is de naam van de Engelse premier tijdens de Tweede Wereldoorlog? Is dat A. Churchill, B. Thatcher of C. Kennedy? Vraag 5 heeft met topografie te maken. In welke provincie ligt Kerkrade? Is dat A. Noord-Brabant of B. Limburg of C. Zeeland? Vraag 6. Een rekensom. Hoeveel is 150 eraf 37? Is dat A. 133? Is dat B. 123? Of C. 113? Vraag 7. Een spreekwoord. Wat betekent hij heeft Abraham gezien? Is dat A. hij kwam Abraham tegen? Of B. hij is 50 geworden? Of C. hij is 60 geworden? Vraag 9. Een spellingsvraag.
Hoe schrijf je onmiddellijk? Alweer de laatste meerkeuzevraag van de laatste ronde van de halve finale. Hoe wordt windkracht 10 genoemd? Is dat A, een storm? Is dat B, een zware storm? Of is dat C, een orkaan? En dan zijn we aangekomen bij de open vraag. Misschien wel de moeilijkste vraag voor jullie allemaal. Wat is de reisafstand per auto tussen Eindhoven en Tilburg? U heeft gekeken naar een zinderend spannende halve finale van de KKN Regio TV Scholenquiz Land van Kuik. Wie er volgende week naar de finale gaan, de 18 deelnemers, die verschijnen nu in beeld. Ik hoop dat u volgende week donderdag of zondag ook weer kijkt. 25 en 28 april. Tot dan!